Goedemorgen lieve mensen, fijn dat jullie kijken naar de zondagpraat van mij. Dunk is er ook bij. Hij wil niet zo heel erg graag in beeld, maar goed, dat maakt niet uit, geeft niet. We hebben vandaag samen gelopen. Lekker in het bos. Hij heeft mij er wel doorheen gesleept, 5 rondjes vandaag. Lekker tempootje. Ik zet ook altijd een stukje op Insta. De stofjes underscore, of ja, de underscore stofjes. Daar zijn we ook te volgen. Ik doe daar meestal even wat op wat ik vandaag gelopen heb. Qua kilometers, afstand, noem maar op, tempo staat erop. En natuurlijk even een fotootje. Nou, dan gaan we even eitjes halen. Ook al een keer laten zien waar we dat doen. Dan denk ik het zo meteen even naar binnen toe. Dan kan ik even blijven zitten. Een praatje blijven houden. En dan moeten we even, deze moet je even meenemen naar de boer, even inleveren. En dan doen we twee doosjes. Okay. Goedemorgen. Henry Janssen, dat is een voorzitter van FNV Bouw van Brabant. Van een oude voetbalmaatje. Heeft ooit in het verleden best wel een heftig ongeluk gehad. Maar hij is daar behoorlijk goed van hersteld. Zoals ik zeg, hij is nu voorzitter, geloof ik, of zo van FNV Bouw Brabant. Precies. Maar goed, die ken ik dus. Die kwam ook eitjes halen. Dat is lekker. Nou, zondagpaard. Wat is er vandaag? Nou, vandaag ga ik samen met Fabian op de motor. Even een toertje maken. We hebben gisteren een nieuwe GoPro binnengekregen, dus kunnen we meteen gaan testen. We moeten alleen even kijken, het weer is niet heel erg denderend. Maar goed, zolang het droog blijft, hoeft het niet zo heel erg heet te zijn. Kijk, eitjes. Kijk, eitjes. Lekker. Dus gaan we straks een toertje maken met de GoPro en ook met de nieuwe helm en jas van Fabienne. Die we een paar weken geleden hebben gehaald. Tot die tijd heb ik nog niet echt de tijd gehad om op de motor te gaan rijden. Dus ja, dat moet een keer gebeuren. Want anders is het ook zonde, dan wordt het voor niks gekocht. En dat is dan een beetje jammer. Waar we heen gaan weet ik niet, een beetje random. Ik heb wel een idee waar ik ongeveer heen wil rijden. Maar dan moet ik even afwachten. Ik kan ook zomaar in één keer weer veranderen. Zeg ik nogmaals, heeft ook een beetje met rit, met weer te maken. Dat er nog mogelijkheid bestaat dat het gaat regenen, ja of nee. Dat het lekker droog blijft. Nu is het bijvoorbeeld zonnetje, maar het blijft behoorlijk. Dus kan altijd wat gebeuren. Dan hebben we gisteren zijn wij op zoek gegaan naar een bank voor de woning. Er is een nieuwe bank gekocht bij Caesar Sofas. Nogmaals, shout-out naar Caesar Sofas. Goede deal uitgesleept. Dus erg content. We moeten alleen even 12 weken wachten, maar dat geeft niet, want de rest van de burger moet ook ongeveer 16 weken wachten. Dus dat komt alles mooi een beetje bij elkaar. Dus we hopen dat dat mooi top geregeld is. We moeten nog de vloer doen. Muren en de plafond moeten nog doen. En dan kunnen we er weer tegen. Voor een tijdje. Wat je denken? Ja. 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 Het is allemaal wat. Ja, natuurlijk gaat nou die hele onzin weer van voren aan beginnen met, of onzin. Hele corona gebeuren. Dat veel mensen nu, omdat alles losgelaten wordt, dan de beschuldigende vinger gaan wijzen naar de niet-gevaccineerden. Dat is gewoon bullshit. Duncan heeft gedaan wat hij in de zorg zit. Zijn keuze. Daar moet je helemaal zelf weten. Maar
mensen die gevaccineerd zijn. Respecteer elkaar gewoon. Als een ander besluit om het niet te doen, ga in hemelsnaam niet lopen zeggen van doe het dan voor een ander. Nee, ik doe het niet voor een ander. Ik doe het of voor mezelf en niet voor een ander. Dan wordt er gezegd, dan ben je egoïstisch. Nee, ik ben baas over mijn eigen lichaam. Zo kijk ik er tegenaan. Maar ik ga niet tegen hem zeggen of tegen andere gevaccineerden zeggen van je bent de oei, je bent stom, je bent weet ik wat. Natuurlijk heb ik daar een mening over wat ik ervan vind, waarom dat ik die vaccinatie niet neem. En dat is gewoon dat ik nog steeds vind dat er te weinig ontwikkeling nagedaan is. En er wordt dan wel geschreven door de overheid van alles en iedereen over de hele wereld wordt ernaar gekeken. En weet ik het wel, maar voor een gein. En doorontwikkelingen, ja, dat kan best. Griepprik zeggen ze ook dat het beschermt, maar ook daar gaan er steeds mensen aan dood. Dus zeg maar, wat is dan... Oké, okay, natuurlijk, het is wel zo, op het moment dat je die prik hebt gehad, dan zou je minder ziek van worden. Maar je kan er steeds ziek worden. Je kan het ook steeds doorgeven. Van de week kwam ik iemand tegen die dacht, die was echt met volle overtuiging. Zegt hij van, nee, ik kan niet meer besmetten. Ja, je kan wel besmetten. En dat wist hij niet, daar schrok hij van. Want iemand anders die erbij zat, die bevestigde dat van, het kan nog steeds. Het is steeds niet bewezen dat je niet kan besmetten. Je kan nog steeds besmetten. Oh, het is weer lekker druk in de straat. De buren hebben zeker weer, de buren hebben visite. Ja, en als de buren visite hebben. En niks, zijn Marokkaanse familie, maar supermensen. Nergens last van. Die buurman is echt zo'n lekker brede gast. Die heeft thuis wat fitnessapparaten staan. Tijdens een keer gevraagd in de coronatijd van god. Hij is een keer trainen. Oh ja, kom maar. Maar dat komt er gewoon niet van. Maar hey, echt nergens last van. Maar als die familie komt, ja, dan staat ze er meteen vol met allemaal auto's. Dus nou goed. Dit was het praatje. Zoals ik al altijd zeg, kort praatje. Minuutje of 6, 7. Wil je er meer van zien? Eventjes abonneer op dit kanaal. Blauw duimpje omhoog en dan zie je de volgende keer weer. Ik zeg tot de volgende week zondag.